De doodstraf in de Verenigde Staten wordt veelal voltrokken door middel van de elektrische stoel en heeft de instemming van de overgrote meerderheid van de Amerikanen. En daarmee bouwen ze voort aan de lange traditie die de doodstraf overal ter wereld had en heeft. Van oudsher heeft dit dodelijke ritueel mensen de kans gegeven hun vindingrijkheid uit te leven. Radbraken en onthoofden, ophangen en verbranden, vierendelen en de kogel. In het legaal doden van de medemens stond men zijn mannetje. De methode van terechtstellen diende daarbij nadrukkelijk hogere doelen. Het bewaren van de zuiverheid van de samenleving, handhaving van een door God gewilde maatschappelijke orde of de afschrikking van toekomstige misdadigers. Terechtstellingen werden vroeger als publiek spektakel en vaak vergezeld van de wreedste folteringen volgens de regelen der kunst geanceneerd. Doel was afschrikking, bereikt werd verruwing. De Amerikaanse staat doet het moderner. Die voltrekt executies discreet achter gevangenismuren en met zogeheten humane middelen, zoals de strop, het vuurpeloton, de gaskamer, de dodelijke injectie en de elektrische stoel. En toch, ofschoon achter gesloten deuren voltrokken, wordt de executie ook vandaag, net als in vroeger eeuwen, tot een gebeuren voor de massa. Zoals bijvoorbeeld op de ochtend van 24 januari 1989 voor de staatsgevangenis in Florida, waar een op sensatie beluste menigte zich verlustigt in de executie van de massamoordenaar Ted Bundy op de elektrische stoel. De zon komt op boven de staatsgevangenis in Florida. Om 7:01 is het zover. Een verslaggever zwaait met zijn notitieblokje. Hij was getuige van de terechtstelling. Een juichkreet gaat door de menigte. Vuurpijlen stijgen ten hemel. Ted Bundy is dood. Net als in de middeleeuwen maken commercieel ingestelde executiefanaten van de macabere gelegenheid gebruik om de nodige souvenirs te slijten. Dit t-shirt met het portret van de moordenaar doet $10. Executies zijn in de Verenigde Staten ook een favoriet thema in de media. Van uur tot uur bericht de radio over de actuele stand van de executievoorbereidingen. Als tenslotte een lijkauto de terechtgestelde misdadiger ophaalt, gaat er nog eenmaal een gejuich op. De toeschouwers hebben hun lust bevredigd. Tot de volgende executiedatum. Often I see this after an execution takes place. There's usually a group of people outside screaming. I call them celebrators. There are people screaming for this person's death. I mean, the worst example that I am aware of was Ted Bundy in Florida, where they had execution parties that said Fry Bundy. So there's a real pathology about it, where people get a kick out of seeing someone else exterminated by the state. And that is a real pathological kind of thing that is very much like we used to have here in the South when we lynched black people. I mean, you know, you would see black people lynched at night, you know, for speaking to a white woman, for instance. That kind of mentality, where a mob takes control, where a mob has its way and feels satisfied. It's that mob mentality that you run into in those kind of situations, where all people want is revenge. And it brings it out. The executions, the death penalty brings out one of two things. It either brings out the best in people or it brings out the worst. There's no middle ground. I'd like to know what you think about capital punishment. Is it a good idea or a bad idea? I love it. Why? Because it's a deterrent, I think. It's a necessity. If you murdered somebody, you ought to be murdered. I'm in favor of it. Why? I think criminals should be punished to the fullest extent. Yeah, people should die when they do bad things. I don't. I do. If someone's going to commit a sin bad enough to take someone else's life, they should be punished in a worse way than just losing theirs, because that's the easy way out of things. No one else in the state of Florida would do the job. Would you be willing to push the button? Yes, sir. Sure.
You too? Sure. Yeah. You haven't had any trouble with that? No problem at all. Uh-huh. The death penalty, is it a good idea or a bad idea? In the Bible, it's an eye for eye, tooth for a tooth. I firmly believe in that. We all go out to leave here one day. De antwoorden die we bij deze straatinterviews kregen, geven de stemming in het hele land weer. Volgens recente enquêtes is ruim 80% van de Amerikanen voor de doodstraf. De grondmotieven heten angst en bescherming. Angst voor een schier onvoorstelbare golf van misdaadgeweld. En bescherming tegen dreigende gevaren voor het lijf en leven. In de Verenigde Staten worden jaarlijks meer dan 20.000 mensen vermoord. In menige stadswijk is moord doodsoorzaak nummer 1 onder jonge zwarten. Meer en meer eist de bevolking een harder, onverzoenlijker optreden tegen geweldmisdrijven. Maar het is maar de vraag of dat de voortdurende stijging van de misdaadcijfers een halt kan toeroepen. Sedert lang kunnen sociologen en criminologen geen bevredigende verklaring geven voor dit verschijnsel. Wel schijnen de toenemende drugsmisdaad, de massale werkloosheid en het voor Europese begrippen onvoorstelbare gemak waarmee men zich in de Verenigde Staten wapens kan verschaffen, belangrijke verklaringen te zijn. Ook zal het bepleiten van de doodstraf wel te maken hebben met de lange traditie in de Verenigde Staten om conflicten snel en met geweld op te lossen. Maar lost geweld, in dit geval de doodstraf, inderdaad iets op? People have committed horrible crimes. And in the United States, if you're convicted of a first degree murder, you can receive the death penalty. And 2,300 people have been given the death penalty in this country, and 123 have been executed. So we're serious about the death penalty. I think you have to realize, though, that the death penalty is, for all intents and purposes, a myth in this country. It doesn't accomplish anything it claims to set out to do. And if you talk to people who say, we want to deter murder or we want to slow down the crime rate, and then you look at the facts, you find that the death penalty is not a deterrent. There's never been a study that establishes that the death penalty is a deterrent. Now, you see, people are afraid, of course, of going to prison, but they're more afraid of death. Death is what people fear most. And that which they fear most is also most likely to deter them. Wir wissen seit sehr vielen Jahrzehnten, dass die Beibehaltung der Todesstrafe, sogar die Durchführung von Hinrichtungen, nichts mit der Kriminalitätsrate zu tun hat. Dass in Staaten, die keine Todesstrafe in Amerika besitzen, und es gibt, wie gesagt, unter den Einzelstaaten jetzt 14 Staaten, die die Todesstrafe abgeschafft haben, da gibt es nicht mehr Gewaltkriminalität wie in Staaten, die die Todesstrafe beibehalten, wieder eingeführt und auch durchgeführt haben. Es hat also bei der Kriminalrate nichts damit zu tun, ob man die Todesstrafe im Prinzip willens ist, durchzuführen. Und zwar ist das auch, wenn man sich die Sache mal kurz überlegt, ganz verständlich. Sehen Sie, es gibt doch wohl kaum einen Menschen, der sagt, ich bringe jetzt meine Schwiegermutter um, wenn die Höchststrafe 40 Jahre Zuchthaus ist. Aber wenn Sie mich nun wirklich damit hinrichten wollen, dann bringe ich Sie nicht um. Das so argumentiert kein Mensch. Pastor Engel is oprichter en voorzitter van een organisatie die zich tot taak heeft gesteld te bereiken dat de doodstraf in de Verenigde Staten wordt afgeschaft. Hij is vanwege zijn inzet voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Joe Engel bezoekt regelmatig de dodencellen in de zuidelijke staten Tennessee, Alabama en Florida. In die zuidelijke staten worden de meeste doodvonnissen ook daadwerkelijk voltrokken. Vandaag brengt hij een bezoek aan 5 ter dood veroordeelden in een gevangenis in Tennessee. Eén van deze mannen wacht nu 5 jaar op de voltrekking van zijn vonnis. De oudste al 13 jaar. De dodencel is hun laatste huis. No one on death row, and I know hundreds of people, not a single one of those people has committed a crime as heinous as the one I'm about to describe to you. And that is this: to take an individual, put that individual in a closet, shut the door, leave that person in that closet 8 years, 10 years, very confined space, 6 feet by 8 feet. We'll feed them because we want to keep them alive. And maybe we'll let them out twice a week to exercise. And maybe we'll give them a shower 2 or 3 times a week. That's it. They're basically in this closet for 8 to 10 years.
And during that 8 to 10 years, we're going to tell them, we're going to kill you. We're going to tell you when we're going to kill you, and we're going to tell you how we're going to kill you. And there's nothing you can do to stop it. And sure enough, on one of those days or nights, when you've told them you're going to kill them, after having 6 or 8 false alarms, when you say you're going to kill them and you don't kill them, you do take them out and you electrocute them or whatever you want to do to them. Now, no one on death row has contemplated that kind of cruelty, that kind of systematic denial of humanity, which the current system of criminal justice in the United States practices. De veroordeelde wordt 72 uur voor zijn terechtstelling overgebracht naar een van deze open observatiecellen. Hier wordt hij de laatste 3 dagen van zijn leven dag en nacht streng bewaakt om te voorkomen dat hij alsnog kans ziet zelfmoord te plegen. Hier ontvangt de delinquent voor de laatste keer bezoek van zijn familie. Hier neemt hij ook het rituele galgenmaal tot zich. Vervolgens scheren de cipiers zijn hoofd en zijn benen kaal voor een goed lichaamscontact met de elektroden. Daarna wordt hij naar de executiekamer geleid. Zijn laatste stappen naar de elektrische stoel. Fred Leuchter heeft de stoel onlangs om redenen van menselijkheid gemoderniseerd. It is very important that the electrode contacts, whether they be the head contact or the contacts on the ankles, be firm and tight to guarantee good circuit continuity and eliminate any possible pain or damage trauma to the individual in question. The helmet is lined with sponge, which will be wet with salt water. And there's a copper mesh lining the inner helmet, which connects directly to the electrode on the top, which then is connected to the input wire of the electric chair. Now, the type of electrodes that the states use vary. The one that has upset me the most, there is one state that connects the electrodes, which are nothing more than a copper plate, both to the individual's leg and to the individual's head, with an elastic band. In the past, and the last execution done by this state, they dislodged the elastic band, causing the electrode to move away from the head. The individual had to be electrocuted 9 or 10 times, and by the time the execution was complete, because of the high resistance contact on the side of his head, they had burned well into the guy's skull and well into the individual's brain. The individual screamed throughout a good portion of the execution. No, I don't find the death penalty particularly cruel. We all have to die sometimes. The murderer has shortened deliberately and cruelly the life of another person. It seems to me entirely just that his life be shortened too. Die Frage bleibt doch, was die Grenzen sind, innerhalb derer der Staat Strafen anlegen darf. Ist der Mord doch die einzige Straftat, in der die Strafe eine Imitation der Kriminaltat bleibt? Bei der Brandstiftung meint niemand, man müsste dem Brandstifter das Haus niederbrennen. Bei einer sexuellen Vergewaltigung meint niemand, dass die angemessene Strafe die Vergewaltigung des Straftäters sei. Warum ist es so, scheint es so vielen Menschen so selbstverständlich, dass die einzige richtige Bestrafung des Mordes eine Hinrichtung sein müsse? Miriam Shihane ist ein fervent Vorfechter von der Doodstraf, sinds haar Dochter werd verkracht und vermoord. But I had met so many other victims of crime that were just so frustrated over the system. I was a mother of a young daughter, 21 years old, from Clio, Alabama. She had just graduated from Birmingham Southern College in Birmingham, Alabama, 13 years ago.
December the 20th, 1976. She was murdered by three males, raped, robbed, and murdered.